Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën zegt dat de enorme informatie afkomstig van de deviezencommissies van de verschillende landen voor een goed monetair beeld zorgen. Daarom is de waarde van zo'n instantie niet te onderschatten. Hoefdraad was de keynote speaker bij de viering van het 70-jarig bestaan van de deviezencommissie. De viering vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst in het Courtyard Marriott. In zijn keynote-presentatie stond het deviezenbeleid voor de komende 5 jaar centraal. De hoogtepunten van de voorbije jaren zijn ook belicht. De deviezenregeling is er in eerste instantie om het deviezenverkeer met het buitenland te reguleren. Bij deviezen denken we vaak aan waarden voor vreemde valuta, goud, andere edelmetalen, effecten en vorderingen. Deze waarden vormen samen het deviezenfonds van de Republiek Suriname. Hoefdraad geeft verder aan dat er gestreefd wordt naar meer transparantie bij de deviezencommissie. Voor een duidelijker wettelijk kader en betere uitvoeringsprotocollen en uitvoeringsstandaarden voor de deviezencommissie zal het vertrouwen van het publiek in dit instituut zeker toenemen. En niet alleen het vertrouwen, maar ook het respect. Ook het beleid wordt hierdoor eenduidig en transparant uitgedragen. En dit zal de voortgaande stabiliteit van onze deviezenmarkt ten goede komen, evenals de ordelijkheid van het externe handels, financiële en kapitaalverkeer. Niet te vergeten dat ik, wanneer ik praat over het deviezenbeleid, in feite dat heeft te maken met onze goudproductie en goudexport hier een essentieel onderdeel van vorm. Toetsing van beleid. De regering zal dan ook moeten overgaan om het werk van de deviezencommissie als uitvoerder van het deviezenbeleid regelmatig te laten toetsen door de maatschappelijke groepen die een partnership hebben met de regering. Bedrijfsleven, beroepsgroepen, het maatschappelijk middenveld, als ook de vakbeweging. Aan de hand van rapportage van de deviezencommissie kan de realisatie van het beleid dan gevolgd worden en kunnen binnen een regelmatig overleg voorgezeten door de regering met de genoemde groepen evaluaties gepleegd en issues ter verbetering van het beleid besproken kunnen worden. Minister van Financiën Gilmer Hoefdraad. Hij was de keynote speaker bij de viering van het 70-jarig bestaan van de deviezencommissie in het Courtyard Marriott.